kijkers, mijn naam is Ant en welkom weer in een nieuwe video van Roblox. Vandaag spelen we het spel Scuba Diving Simulator. En in dit spel ga je diepzee duiken. En dan moet je de schatkisten vinden en zo. En dan kan je dat verkopen voor nieuwe tanks en lichten. Dit is super vet. Laten we maar even lekker gaan beginnen. Dus lichten. Op een gegeven moment kan je volgens mij, denk ik, niks meer zien. Dus dan heb je nieuwe lampjes nodig en tanks. Daar kan je lang onder water blijven of zo. Dat denk ik. Maar eerst gaan we gewoon eventjes met niks. Gaan gewoon met niks diepzee duiken. Met helemaal niks. Niet eens een tank. Daar kan je niet eens diepzee duiken. Laten we maar lekker gaan duiken. Gaan bij, bij het roze ijsje. Ik heb al iets. Ja, ik heb al iets. Ik heb Bloxy Cola. Lekker. Oh, dat is mijn tank rechts. Oh nee. Die gaat heel snel achteruit. Bloxy Cola. Dit gaan we even allemaal collecten. Nu ga ik weer eventjes naar boven. Wat is het? Een schelp. Een schelp, die is 5 euro waard. Yes. Wat hebben we nog meer? Een ijsje. Your bag is full. Onze bag zit dus vol. Dus we moeten weer eventjes teruggaan. Nee, duurt dit zo lang. Serieus. Dat is op zich wel jammer. Maar ja, we moeten mee leven. Wat is hier? Deze wil ik even eerlijk gezegd wel eventjes kopen. Want anders duurt het constant veel te lang. En dat vind ik niet leuk. Lekker. Dit zit er in onze inventory. Dus dat gaan we nu eventjes verkopen. Hier. Ja, zo al. We hebben gewoon 45 coins. Lights hoef ik nu niet per se, maar ik wil heel graag een tank. Oké, 55 meer coins. Oké, dan kunnen we nu 20 dingen oppakken. En dan hebben we 150 oxygen. Oké. Dat is heel fijn. We lopen eventjes naar onze sappige onderzeeër. Oh yeah. Kijk, nu kunnen we in één keer. Ja, dat is heel fijn. Oké, we gaan weer even diepzee duiken. Oh, hier is een rest. Oh, dit ding is 15. Oeh, let's go. Hoeveel is dit ding waard? Oh, zeester. Naar boven, naar boven, naar boven. En we zijn weer helemaal vol. Oké, nog meer zeesterren. Die dingen zijn lekker veel dingen waard. Oh, deze. Oh ja, een Bloxy Cola. Daarvoor had ik een quest. We zijn nog steeds een noobie diver. Oké, dit is het laatste. Oh, zij heeft hem al. We gaan bij de dood. Yes, nog een Bloxy Cola. Oh, het is een Blox drink. Oké, teleport to the surface. Oké, we gaan met onze sappige duikboot weer terug. Waarom is een duikboot sneller? Want dit eiland is niet onder water. Dus ja, I don't know, I don't know. Hier zijn alle items die we hebben. Er zijn er trouwens niet heel veel. Er zijn eigenlijk best wel heel erg weinig. Niet een hele uitgebreide game, maar het is wel geinig. Het is geinig. We hebben precies genoeg coins om een nieuwe tank te kopen. Zullen we voor de volgende? Ja, die is 400 in één keer. Dan doen we deze. Zo kunnen we in één keer 20 items meenemen. Yes. En meer oxygen. Dat is heel fijn. Oké, dan gaan we eventjes terug naar onze boot. Kan je niet iets gewoon hier diepzee duiken? I don't know. Oké, we gaan nu eventjes bij dit ijsje. Procus. Procus pocus. Popsicles. Oké, wat ik eventjes wil proberen is heel diep te gaan. Dat is wat ik ga proberen. We gaan eventjes naar boven. En wel even één Bloxy Cola pakken. Hier zijn heel veel Bloxy Cola's. Ja, dat is maar 5. Maar ik doe het voor de quest. Oké, hier kunnen we heel diep gaan. Dit is een nieuw item. Nieuw item. Een 20. Oh, coins zijn heel goed. Binoculars. Een kaart. 30. En een sleutel. Een sleutel. 35. Daar zitten botten. Waarschijnlijk zijn die dingen wel heel veel waard. Ik moet natuurlijk ook nog naar de service. Ja, ik ben dood. Hopelijk gaat JP langzaam achteruit. Oké, we gaan in één keer voor de botten. Oh, wat is dit? Zwaard. 35. Let's go. Oké, hierna gaan. Oh, iemand is gestorven. Ik hoorde een oef. Oké, botten, botten, botten. Botten zijn zoveel. Nu moeten we gaan. Go. Kom op. Ja, we gaan sterven. Daar zit iets heel cools. Ga ik het redden? Ik heb het. 1 hit en ik was dood. En jongen, die botten zijn echt goed. Sword, let's go. Wat zit daar? Een oude scuba diving helm.
Rusty helmet. Ik weet niet hoeveel dat ding waard was. Hé, ik kan niet weg. Daar zit een mega groot zwaard. Oké, we moeten echt oppassen met onze tank. Oké, we hebben het weer gered naar boven. Ik denk dat we even iets meer hier moeten kijken. Want kijk, hier zit ook gewoon de treasure map. Die is gewoon 30. Daar zit iets nieuws. Een key. Oh, die hadden we al. Je zit zo vast aan de grond. Wat is dat? Het is zo raar. Je kan er zomaar niet weg van komen. Onze backpack zit bijna vol. Ze vullen nog even met wat sterren. Bloxy cola. Bam. Zo, ik zie opeens met één lens heel wazig. I don't know why. Wow, wat gebeurt er? Kom op, ik moet op de steiger. Yeah. Oké, we gaan het verkopen. We gaan waarschijnlijk zoveel geld krijgen. Vooral met die botten, die zijn 40. Oeh, we hebben hier sowieso 500 mee. Ja, 500, bam. Dit is 800. Dit is 300 oxygen. We upgraden snel. Oh, completed. Yo. Wat heb ik? Ik heb gewoon 200. Lekker in de pocket. Oké, dus we moeten gewoon 10 van elk soort ijsje. Oké, dat is niet zo moeilijk. Oké, we gaan eventjes ons geld aan een lampje verkwanselen. Nee, laat maar. Nu zie ik gewoon alles perfect. Bam, let's go. Gaan we eventjes diep zee duiken. Dit keer gaan we even deze kant op. We moeten natuurlijk ijsjes. Hier, kijk, een blauw ijsje. Een groene en een gele, als het goed is. Ik pak trouwens wel eventjes een coin. Ik dacht dat het allemaal ijsjes waren. Hiermee verdien ik geld. Kijk, een groen ijsje. Sorry, maar ik blijf die coins oppakken. Die zijn gewoon heel goed. Als je twee van die hebt opgepakt, heb je gewoon een bot. Zo hoef je niet zo heel diep te gaan. Oh, kijk, een blauw ijsje. Let's go. Oké, we pakken eventjes nu dit ijsje. En deze twee. Ik kan niet echt zijn quest zien. Oké, we gaan eventjes nu al naar boven, als ik naar boven mag. Even lucht krijgen. Yes. Oké, een blauw ijsje. Oké, we hebben nu 5 blauwe ijsjes. Dus het gaat wel even duren om te completen. Hier hebben we nu oranje. Yes. En we nu 2. Oranje. Yes. Want we hebben pas 17 items. Kijk, hier zijn lekker veel ijsjes. 2 groene. Daar hebben we hier ook 5 van. Daar zijn alleen maar blokscola's. En nu gaan we eventjes naar boven. Oh, je moet niet rechtstreeks naar boven gaan. Daar kan je niet naar boven. Dat is best logisch eigenlijk. Kijk, een groen ijsje. Lekker, daar hebben we nu al 6. Daar verdienen we sowieso al 400 mee, of 500. Omdat het best wel, moeilijk. Het is wel een quest die een beetje lang duurt. Die blokscola krijg ik 200 voor. En die was echt heel makkelijk. Het zijn ook mijn ijsjes, hè. Nu hebben we 6 van alles. Nog 4 van alles moeten we hebben. Oh, daar. Oké, daar zit de treasure map, maakt niet uit. Pakken deze en het ijsje. De treasure map maakt me nu even niet zo heel veel uit. Oranje en de groene hebben we bijna. Daar zit nog een oranje. En daar nog één. Ik zie 4 oranje. En dat is wel erg diep. Oké, we pakken deze en dan moeten we weg naar boven. Ik ga eerst naar boven hier. 2 blauwe ijsjes. En dan hoeven we nog maar... Oh, daar 3 blauwe ijsjes. 4 blauwe ijsjes. Oké, die hebben we dan. Dan alleen nog groene vinden. Kom op. Kom op. 20. 10. 1. Yes. We hebben het weer gehaald. Onze backpack zit bijna vol. Oh, kijk, een groen ijsje. Daar nog één. Oké, die pakken we dan even eerst en daarna de blauwe ijsjes. Er moet nog 1 groene, maar alle blauwe ijsjes heb ik al gezien. Piem. Oké, nu gaan we weer eventjes boven water. En dan gaan we die laatste 4 ijsjes pakken. De 4 blauwe en nog 1 groene. Kunnen we wel even meepakken. Alleen nu moeten we echt niks meer oppakken. Oranje hebben we al helemaal, kijk, blauwe. En daar nog eentje. En dan die. Oké, nu 60 deb, maar we gaan weer eventjes naar boven. Ja, dat gaan we redden. En boven. Dit is een spannende zoektocht. Nu vind ik opeens heel veel groene. Waarom vind ik opeens geen blauwe ijsjes? Ze zijn uitgestorven. Ik zie nu alleen maar oranje en groene. Yup, ze zijn serieus echt weg. Huh? Kom op. Speur toch naar het blauwe ijsje. Daar, dat is hem.
We hebben hem. Oh, een boon. Oh, 45. Die dingen zijn zo goed. Oké, nu gaan we even lekker naar boven. Oh, we gaan hier zoveel coins voor krijgen. Ik weet niet of het echt nou de moeite waard was. Hallo, mevrouw. Nee. Ik ben gescamd. Hiervoor krijg ik 200 om 20 seashells op te pakken. Maar voor dit krijg ik maar 100. Oké, hier hebben we nog iets meegekregen. Alleen ook niet echt heel veel. Ja, 500 oxygen. Holy moly. Al dat werk voor niks. Kijkers, ik zie jullie bij de volgende video. Later.